Verlangt u naar de tafel vol geschenken? De Bijbel is een tafel vol geschenken. Verlangt u naar die rijkdom? In Psalm 119, vers 20 lezen we: mijn ziel verteert van verlangen naar uw verordeningen ten allen tijden. Als we verteren om Gods geschenken te ontvangen, dan wordt ons leven een ontdekkingstocht. Op die ontdekkingsreis helpt de eigenaar van de rijkdom zelf, de Heilige Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods, 1 Korinthe 2 vers 10. De Bijbel zegt: wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Ik las dit. Toen zei ik tegen mezelf: ja, die liefde van mij voor God is zo klein. Toen ging ik naar binnen en wat stond er op tafel? De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Zo een overvloed was er. Ik hoefde er alleen mijn hart maar voor te openen en de liefde vervulde mijn hart en gaf mij de liefde voor God en de mensen. Weet u wat ik ging ervaren? Dat die liefde er was voor de diepe ervaringen, voor de moeilijke crisis, maar ook voor de kleine ervaringen, de omgang met de mensen om me heen. De hoogste potentie van Gods liefde mag ik gebruiken in de alledaagse gebeurtenissen. Ik kon het niet voor elkaar krijgen, maar het hoefde ook niet. Ik mag ontvangen, nemen, krijgen, alles wat ik nodig heb. Neem het, dan heb je het. Zo was het ook toen ik zo vergeefs tegen mijn zonde vocht. Ik begon mezelf te analyseren, uit te vinden waar het verkeerd was geworden. Toen las ik: de Geest doorzoekt alle dingen. Het was net als bij een dokter. Je hoeft de diagnose niet te stellen, dat doet de dokter wel. Je vertelt hem alleen wat je voelt en waar je pijn hebt en de dokter zal het wel uitvinden. Zo doorzoekt de Geest alle dingen. Ik vind het altijd een leuke vakantieervaring als je naar de restaurants kijkt die een menu buiten hebben in een kastje. Je kunt dan lezen wat er aangeboden wordt. Je gaat watertanden als je leest wat er te krijgen is. Zou dat nu ook wel mogelijk zijn bij de tafel van de Heer? Ja, het is mogelijk. Het is allemaal in de Bijbel. Daar kunnen we het hele overwinnende leven lezen. De Bijbel is de liefdesbrief van God voor ons. Het is onder andere de beschrijving van den Heer Jezus, die gezegd heeft: opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10 vers 10. God wil u en mij als materiaal in zijn handen krijgen, zoals de pottenbakker het leem. Het gaat om een ter beschikking stellen van ons leven. Dat is een verregaande beslissing die velen van ons te ver gaat. We hebben nog wel belangstelling, maar dan gaat het zoals je voor een mooie etalage soms gaat staan. Je bent niet van plan de prijs te betalen. We zijn misschien wel vroom en wel christelijk, maar het ik is nog altijd op de troon. We houden van ons ik. En dan zegt de Bijbel: zoek eerst het koninkrijk Gods en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Heb God lief boven alles. Dan is er sprake van je leven verliezen om Jezus wil. Dat betekent overgave. Jezus wordt de kapitein van je schip. Alles wat we bezitten ga je zien als een vrachtschipper, zoals hij zijn vrachtbagage ziet. De bagage is niet van hem. Hij moet het afleveren waar de eigenaar het hebben wil. Dat is niet erg. Dat is de opdracht van de kapitein. Het is onze opdracht om onze lading geheel aan de eigenaar over te geven. Hij die alles geeft, vraagt ook alles. In onze verhouding tot God zijn we zo bang voor een teveel. Daarom strekken we onze hand niet uit om te nemen. Dat komt omdat we de werkelijkheid niet zien.
We moeten zien, niet zoals een spiegel ziet wat voor hem staat. Want een spiegel heeft geen gevoel. Echt zien komt uit het leven voort en werkt op het leven in. Het is de Heilige Geest die onze ogen open kan doen. Word vervuld van Gods Geest. Dan zie je wat een rijkdom er is en hoe zeker we kunnen zijn. Dat betekent je leven te behouden doordat je het verliezen wilt. Zullen we bidden? Dank u, Heer, dat u alles wilt hebben om ons alles te geven. Dank u, Heilige Geest, dat u onze ogen opent, zodat we zien hoe rijk we zijn in den Heer. Dank u, Heer Jezus, dat u alles hebt volbracht aan het kruis. Dat u zo arm bent geworden om ons zo rijk te maken. Halleluja, wat een heiland. Amen.